Ga nog eens goed naar of er waar nog meer geld is te vinden. Ik heb begrepen dat de provincie moet echt enorm bezuinigen. Maar des te belangrijker is dat je goed nadenkt erover. De geplande 30 miljoen bezuinigingen op het openbaar vervoer door VVD gedeputeerde post zijn onnodig en onacceptabel. Dat zegt Han van Spanje, van reizigersvereniging Rover. Volgens hem wordt het OV onevenredig hard getroffen en zullen de bezuinigingen ten koste gaan van het bestrijden van files. Nou, de provincie heeft recent de kaderbrief 2010 gepubliceerd. En daarin staat voor de komende 3 jaar dat men 30 miljoen op het openbaar vervoer wil gaan bezuinigen. Het openbaar vervoer is natuurlijk een belangrijke factor bij het bestrijden van de files. Als je dan vervolgens ziet dat in diezelfde kadernota wordt een kleine 1 miljoen op wegen bezuinigd, terwijl er 30 miljoen op het openbaar vervoer wordt bezuinigd, dan vinden wij dat totaal niet in balans. Het openbaar vervoer is namelijk toch de oplossing voor de filebestrijding, ik zei het al. En als je een duurzame samenleving wil hebben, dan is het natuurlijk van belang dat het openbaar vervoer zijn functie gaat hebben, zodat de mensen in Noord-Holland gewoon op een bestemming kunnen komen waar ze willen komen. En wie wordt eigenlijk het hardst getroffen dan met die bezuinigingen? De Connection die weet het sinds een krappe week ook dat het eraan gaat komen, deze grote bezuinigingen. Hoe het precies gaat uitpakken, weet Connection weet het niet. Trouwens ook de commissie van de Wegen en Verkeer en Vervoer weet het niet. En als je naar de mensen kijkt, ja, wie gaat daar de dupe van worden? Nou, zullen nog wat mensen die zullen zien dat hun bus niet meer rijdt. Dus die zullen tot dan voor de auto moeten kiezen als ze naar hun werk willen. En verder de mensen die op de bus zijn aangewezen, die zullen merken dat de frequenties van de bussen afnemen. Ze zullen minder lang per dag werken. Hier en daar zal een lijn verdwijnen. Dus ik denk dat Fries Noord-Holland, het heel wat Noord-Hollanders, het zullen merken in het openbaar vervoer. Als het college van gedeputeerde staat heeft een lijstje gemaakt van daarop willen wij bezuinigen. En dat wordt dus volgende week, wordt het op 7 juni, wordt het besproken van en hoe gaan we het precies doen, op welke punten wel en op welke punten niet. Maar zoals het eruit ziet maken we ons grote zorgen over het openbaar vervoer.